Buiten is het gelukkig niet zo koud meer, maar binnen zitten we er zeker warm bij met een nieuwe, goed gevulde aflevering van Cultuur. Leuk dat je kijkt. Een decennium lang wordt het Stukafest jaarlijks in Tilburg georganiseerd. Even in het kort voor de onwetenden onder ons. In 3 rondes kun je, ook als niet-student, deelnemende studentenkamers bezoeken waar verschillende artiesten optreden. Plak daar een eindfeest achter en je hebt een gezellige en diverse avond vol vermaak. Stukafest is een studentenkamerfestival. Wordt gehouden in 13 verschillende steden in Nederland. En het is een multidisciplinair festival. Dus de verschillende stijlen, verschillende kunstdisciplines zijn aanwezig. In Tilburg hebben we bijvoorbeeld Martijn Neggers gehad, een schrijver. Dus die heeft voorgedragen uit zijn nieuwe werk. Tom Lash is een cabaretier. We Are Hunters is een rockband. Die speelde ook gewoon in een studentenkamer in een kleine setting. Dus ja, van alles wat. Ja, het zijn dus allemaal intieme settings. Dus er zijn per kamer. We hebben in Tilburg 13 verschillende locaties gehad. Buiten het eindfeest om. En per kamer is er een beperkt aantal tickets beschikbaar. Dus nee, geen miljoenen publiek, maar wel heel intiem, wat het juist weer leuk maakt. Dat was in Den Haag, was met een oudere man en Haagse tramscontroleurs. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat zijn een beetje types dat je eerst denkt, hey, ADO-hooligans. Oh nee, ze horen erbij. Dat. Dit jaar was ook het 10-jarig jubileum van Tilburg, dus met het programma hadden we iets meer ruimte financieel gezien om wat grotere artiesten te boeken. Maar ik moet wel zeggen, we hebben ook oog gehad voor lokaal talent en dat is ook een van de speerpunten van Stukafest, dat we ook die een kans geven. Wat is volgens jou nou het mooie aan Stukafest ten opzichte van andere evenementen die misschien een beetje vergelijkbaar zijn, popronden of andere concertreeksen? Ja, ik denk toch die intimiteit. Bij popronden is het vaak ook wel in een kleinere setting. Maar misschien, daar is het in minder huiselijke setting. En dit is echt in studentenkamers. Dus je speelt bijvoorbeeld onder een hoogslaper of je zit bij iemand in de keuken. En het is dus heel intiem. En daarnaast de diversiteit in het programma, dat maakt het Stukafest wel uniek. Wat waren voor jou de hoogtepunten van de afgelopen editie? Ik kon zelf natuurlijk niet overal bij zijn, omdat we 13 verschillende locaties hadden die tegelijkertijd speelden. Voor mij was Mensen Zeggen Dingen, dat is een landelijk platform voor spoken word. Dat vond ik heel tof. We hadden ook nog een Amerikaanse bluesartiest, die speelde in Hostel Roots. Heel vet. Ik heb goede verhalen gehoord over Tom Lash, de cabaretier. Die was ook 3 rondes uitverkocht. En het eindfeest was te gek met Indianizer en Altijd Onderweg. Textiel. Het materiaal is natuurlijk niet weg te denken uit Tilburg. Hoewel we de tijd van de textielindustrie achter ons gelaten hebben, werken er nog steeds veel kunstenaars met de stof. En dan wil er nog wel eens een reepje overblijven. Die restanten kun je natuurlijk weggooien, maar kunstenaars Joke van Echten en Truus de Kanter besloten ermee aan de slag te gaan. Ik heb 1 keer per jaar met Truus een afspraak. En wij doen 1 keer per jaar maken wij nieuw werk. En wij hebben dus dit jaar afgesproken dat wij samen een soort wandkleedachtige textieldingen maken. Respect, dat betekent dat Joken en ik alles
wat we gewoon in onze ateliers nog vinden en restanten van kostuums. Je kunt de gekste dingen niet bedenken of wij hergebruiken het. En vandaar restspect. Wij zijn in contact gekomen met onze beide kinderen, of onze kinderen zaten op dezelfde school. En wij hielpen mee met musicals en theater. En Truus maakte de kleding voor het theater. En ik maakte met haar kleurenpalet, schilder ik de achtergronden of de bühne maakte ik, decorstukken, attributen. Dus wij hebben jarenlang samen ook als ouders gewerkt en later hebben we afgesproken, nou, we gaan ook minimaal één keer per jaar samenwerken aan een project. Ja, ik vind het eigenlijk doodzonde, want er is heel veel textiel, hoewel er natuurlijk nu wel allerlei processen gaande zijn om textiel te recyclen. Ik heb net aan een project meegewerkt, Circles 013, ook weer met die ROC-studenten in het oude pand van Antoon de Jong. En daar zijn we dus ook flink mee bezig geweest om dus kleding te recyclen en kleding als ruilwinkel. Ik ben gepensioneerd nu als docent kunst en dan... Ja, dan krijg je toch dat je met je vrienden te maken hebt. Want dat is het stuk leven waar je mee verder gaat. Hè, je werk is voorbij, de leerlingen zie je niet meer. En dan, ja, waar draait het nog om je vrienden? Textiel, dat draag ik al mijn hele leven met me mee, vanaf mijn zesde jaar. En dat heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. Alleen, ja, ik pin me dus niet vast alleen in kostuums, maar ook in tweedimensionaal werk. Dus wandkleden, textiele schilderijen, handgeborduurde schilderijen, ik kom bij mij alles tegen. Mijn werken gaan uit van allerlei soorten vriendschappen die ik heb. En ook alle stofjes die hier gebruikt zijn, zijn gedoneerd door mijn vrienden. Dus mij draait het om vrienden die gewoon die ik nu als vriend heb, maar ook overleden vrienden als een ode eraan. En dat is, maar wel de positieve vibe erbij. Vandaar dat het zo fleurig is, de mooie herinneringen en het samenspel met al mijn vriendinnen nog. Dus dat is eigenlijk het thema wat je erin ziet. Het is natuurlijk altijd heel belangrijk om restanten op te maken en niet meteen naar de winkel te hollen voor nieuwe materialen. Eerst maar eens kijken wat je in huis hebt, in je eigen winkeltje kijken en dan als het echt niet anders kan, naar de winkel. Marco Borsato en Rico Verhoeven hebben werk van hem hangen, maar voor de meeste Tilburgers gaat er nog geen belletje rinkelen als ze zijn naam horen. Ton van Herwaarde heeft zich toegelegd op de kunst van het portret tekenen. Zo realistisch mogelijk, haast alsof het een foto is, tekent hij portretten voor klanten of van zijn eigen idolen. We namen een kijkje in zijn atelier aan huis. Ik ben gewoon vanuit de kinderjaren begonnen met tekenen, interesse. Anderen gingen buiten spelen, ik natuurlijk ook, maar ik zat ook in de bibliotheek om die boeken na te zien en te proberen te imiteren. Daardoor heb ik heel goed leren kijken en heel gedetailleerd leren kijken. Ja, als je een schilderij ziet, kun je op twee manieren naar kijken. Van een afstandje, oh, mooi, prachtig. Maar als ik naar een museum ga, dan zit ik er bij me met mijn neus bovenop om te zien hoe de lagen in elkaar zitten. Hoe de technieken zijn ontstaan en daar heb ik van geleerd. En zo heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld. Ik maak schilderijen op aluminium. Dat is eigenlijk een uniek product, per toeval ontdekt. Ik had ooit een plaatje hout waar een bepaalde tape op zat, aluminiumtape. En ik had een plaatje hout nodig, daar ging het eindelijk om. Dus ik wilde die tape eraf halen.
dat ging niet, dus ik ging aan het schuren en aan het krassen. En ik zag daar iets moois in ontstaan, een mooie toffe kleur met een glanzende tint. Dus toen dacht ik van, daar kan ik misschien iets mee doen. Dus ik ben eerst een abstract werk gaan maken met die paneeltjes over elkaar te brengen. En later heb ik dat gemixt met mijn schilderijen. Verder doe ik wat grafisch werk, zoals u achter ziet. Dat is door middel van fotografie tot stand gekomen. Dus een blanke foto met mijn toevoegingen erbij. Mixed media. En die zijn meer voor strakke interieurs bedoeld. Mensen die iets zoeken wat meteen de aandacht trekt in hun huis. Ik heb een hele periode Elvis tekeningen gemaakt. Ja, van vroeger uit mijn interesse geweest en nog steeds. Ook meerdere muziek. Maar daar heb ik eigenlijk een hele grote serie mee aan kunnen leggen. Die dus ook wereldwijd verkocht is en bekend is. Verder haal ik muziek, of uit muziek natuurlijk inspiratie, maar ook uit, modellen. Topmodellen. Blikvangers voor in die interieur. Dat is een beetje mijn doelgroep. Kijk, er zijn meerdere mensen die natuurlijk fotografisch tekenen. Maar je moet altijd iets hebben waar je je eigen door onderscheidt. En zodra je iets maakt wat een beetje succesvol wordt, gaan mensen je imiteren. Dus in dit werk zitten best wel wat valkuilen waar je echt op moet letten om het zo ver te krijgen. Dat lukt je niet zomaar met dezelfde materialen. Krijg je het denk ik niet voor elkaar. Met deze techniek helpt de achtergrond heel erg mee met hoe het later gaat worden. Dat heb je niet onder controle, want de ruwe aluminium mixt eigenlijk met de inkt. Ja, dus ik breng daar een bepaalde inkt op en die haal ik weer weg met tissues en met watjes en met structuurdoekjes. Zo boetseer ik eigenlijk het beeld. Ik ontwikkel met mijn aluminium schilderijen nog steeds en ook met mijn grafische werken. En dat is iets waar je niet voor kunt voorzien. Er komen natuurlijk ook soms vragen op je pad van hey, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Klanten die iets apart willen. En daar ga je dan op inspelen en vanuit die nieuwe ontwikkelingen gebeurt er iets nieuws. En zo werkt het bij mij gewoon. Ik heb niet vooraf een plan van dit wil ik bereiken, dat wil ik bereiken. Daar ben ik niet zo mee bezig. Het gaat gewoon geleidelijk aan. Komen er nieuwe impulsen waar ik gebruik van maak. En de ene werk ik uit, de andere wordt al heel snel aan de kant geschoven. Zo werkt het een beetje. Dus binnen mijn normale werk blijf ik experimenteren met materialen. En mensen gaan je ook herkennen. Galeries nemen contact met je op. En zo probeer je een beetje aan je naam te bouwen. En mijn werk heb een tijd in een mooie interieurzaak in Breda gehangen, de Toren. En daardoor zien mensen je werk. Ook in een interieur. Vandaar dat ik ook mijn studio hier beneden heb. Dat mensen, als klanten hier komen, dan zien ze het al meteen hangen in hun eigen omgeving. Ja? Het is geen koude ruimte waar dan je werk tentoongesteld wordt. Maar gewoon waar het voor bedoeld is in je huis. Het is fijn als een bekende Nederlander iets met jouw werk doet. Sommigen zijn via opdracht en anderen die maak je om hun te verrassen sowieso, omdat je hun bewondert. Maar ook als die mensen op een gegeven moment jou gaan volgen en die schrijven leuke reacties, daar komen weer andere mensen die daarop gaan reageren. Dus zo werkt het een beetje. Hè? Die mensen gaan iets van jou posten. Het is natuurlijk heel moeilijk om voor jezelf een bepaalde reclame te maken. Veel mensen vinden het allemaal prachtig en daar blijft het dan bij. Hè? Met mijn werk is het heel moeilijk om net iets na te raken dat mensen overgaan tot een bestelling. Hè? Dat is vaak het probleem. Vaak stopt het, maar ooit komen ze er nog op terug. En dat moment weet je natuurlijk nooit. Waar ben je het meest trots op? Ik heb voor Marco Borsato dingen mogen maken, voor Rico Verhoeven, voor Wendy van Dijk, voor Anthony Kameling, zijn vrouw, heb ik laatst een mooi portret gemaakt. Daar ben je natuurlijk ook trots op. Maar ik vind het altijd raar om die dingen over mezelf te zeggen natuurlijk. Het meest trots ben ik misschien nog wel op werk dat ik voor een Elvis fanclub heb gemaakt, Elvis Matters. Dat heeft meer dan een half jaar naast het gras van Elvis gestaan. Dat is natuurlijk iets unieks wat je eigenlijk nooit mee kunt maken. Dus die soort dingen. En verder, ja, op elk portret moet dezelfde intentie achter zitten. Je wilt mensen blij mee maken en dat ze iets hebben voor de verdere leven. Ja.
De cultuuragenda van 14 tot en met 20 februari. Op 16 februari betreedt Camilla Blue het podium van Heijhoef Backstage in de Reeshof. Waar collega's vaak kiezen voor de uitgebreide mogelijkheden van de digitale opnamestudio, heeft Blue haar laatste album analoog opgenomen in het Utrechtse Kaitopia. Wil je alvast in de stemming komen voor het concert? Bekijk dan ook eens de aflevering van VBRO's Vrije Geluiden over de frontvrouw van de negenkoppige formatie. Het Tilburgse hiphopduo Gil en Magus lanceert op 16 februari hun derde EP, Het Gaat Beter, in de Hall of Fame. Gil en Magus brachten eerder al enkele singles uit, zoals Versnelling en Uit de Streets. Ook live heeft het tweetal al wat mijlpalen behaald. Zo waren ze al te bewonderen op het Tilburgse hiphopfestival Wooha. Ook op 16 februari is de start van een expositie van Sigrid Kalon. De Pont is de plaats waar deze Tilburgse beeldend kunstenaar haar werk laat zien aan het publiek. Voor deze expositie is Kalon aan de slag gegaan met koperfolie. Het Factorium is jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden. Daarom is er op zondag 17 februari ter ere van het 150-jarige jubileum veel te zien en te doen. Tussen 1 en 6 uur zijn er verschillende workshops, optredens en andere verrassende activiteiten. Kijk voor een overzicht op de website van het Factorium. We zouden je graag nog zoveel meer willen laten zien en vertellen. En dat doen we ook. Kijk voor het culturele nieuws uit de regio op omroeptilburg.nl of like de Facebookpagina van Cultuur. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.